Kom eraan. Hij gaat wel weer richting het midden eentje. Dus ik weet niet of je... Ja, er komt één hierheen. Kut. Probeer hem eraf te schieten. Nice! Nu door hierheen. Yo en welkom bij een gloednieuwe Minecraft video. Ik ben hier met Martijn. En ik ben de Enderman trouwens. We gaan vandaag Egg Wars spelen. Ik denk dat jullie degene... Wat gebeurt hier nou? Oh, oké. Ik denk dat degene die Egg Wars zelf spelen hier op de server CubeCraft dit wel hadden herkend al. Wij spelen voornamelijk Toys en Space. Maar als jullie kijkers anderen willen dat we andere mappen spelen, laat die map dan even hieronder in de reacties achter. Dan kunnen we kijken of we die gaan spelen. Maar sowieso gaan we niet Rome spelen, want Rome vind ik echt een vreselijke map. En meestal vind ik Space ook al een beetje hinderlijk, omdat Martijn en ik samen al een hele goede strategie hebben. En dan gaat het meestal fout als we met andere mensen zitten die we niet kennen. Zoals jullie zien zijn we nu in het landje Toys. Ik heb hier de healer kit. En wij zijn team geel. Voor als jullie aan de rechterkant hier al willen kijken. Ik zet hem even op pauze omdat ik dat dan kan aanwijzen met mijn pijltje. Of kan ik dat ook als... Oh, in de chat kan ik dat ook doen. Oké. Nou, Martijn. Upgrade hem weer eerst. Dan zorgt Martijn dat hij blokken heeft. Dan gaat hij met de blokken gaat hij daar naar de overkant bouwen. Naar het midden. Pakt hij de diamond en de gold. Komt hij hierheen. Zet hij die weer aan. En ik blijf op het eiland om de andere iron te upgraden. En als we gold hebben, de obsidian om het ei te zetten. Dat is eigenlijk over het algemeen wat ik het meest ga doen. Soms val ik ook aan. En Martijn heeft een klein beetje lag, zie ik. Oh nee, valt wel mee. Er zijn andere mensen in de server die juist heel erg lekken. Huppakee. En ik maak meteen ook wat gear voor Martijn en een pickaxe, zodat als hij terugkomt met... Oh shit! Nee, het ijs kapot. Er was een roze... Ja, er was een roze dude hier op het eiland. Ik zag hem. Hoe de fuck is hij nog niet dood? Hoe is hij nog niet dood? Wat is dit? Wat is dit voor hekserij? Oh, hé, jeetje. Niet eraf vallen, hè? Want dan ben je dood. Dan ben je weg. Weg. Waar ben jij? Ik ben dood. Oh, bij Roos. Naar. Door Roos. Ah, naar dat ding. Ik ga denk ik ook wel dood, hoor. Ik bedoel, Eén ding scheelt wel, ik hoef me nu niet meer zorgen te maken over mijn ei. En jij kan me nu helpen. Hoppakee. Komen. Ik zie het. Nee, ik ben eraf gevallen. Ik was in attack op blauw, maar ik viel eraf. Volgend potje. Oké, daar zijn we weer. We zitten nu, zoals jullie zien, in space. We zitten bij de aarde. Dus we kunnen het best eerst naar de aarde toe. Want daar zit een diamond generator.
Daar zit ook een diamond generator, maar die staat nog niet aan. En die op de aarde staat al aan. Ik ga zoals altijd weer naar de gold. En Martijn, want hier staat de gold al aan. Dus die hoeven we niet aan te zetten. En dan ga ik het gold regelen voor het ei. En Martijn die gaat heel vaak in de aanval. En die is nu hier aan de zijkant aan het klimmen. Die gaat naar de aarde, denk ik. Ja. Heb jij zin in de 1.9? Of niet? Ja, aan de ene kant wel. Zoals dat, de extra pijlen met de poison dingen. Ja. Maar ik vind het wel minder, omdat ze dan bijvoorbeeld dat je de PvP er dus in achter. Ja, dat je minder snel achter elkaar kan slaan. Ja. Ja. Dat vind ik een beetje minder. Dan. Ja, snap ik. Voor de rest lijkt het me wel leuk. Ja, zeker. Mij ook. Vooral dat ze in de end een soort van stad hebben gebouwd. Dat lijkt me heel erg tof. En dat ze met een shovel kun je nu een pad maken. Ja, ja. Dat vind ik ook heel erg cool. Alles nog mensen naar het midden bouwen. Dan gaan we maar, spulletjes maken en dan gaan we maar aanvallen. Kijken, ik heb hier. Heb jij al iets gemaakt voor jezelf? Ja, ik ben bezig. Oké. Dat wordt dat voor je. Die gast daar, die stond net hier, dus daarom dat ik zo weinig gold heb nu. Oh, hij gaat. Nou ja, hij heeft er ook obsidian van gemaakt, want hij loopt wel richting het ei, dus dat is wel beter dan. Nee. Dit bedoel ik dus wat ik aan het begin zei met Martijn en ik die een hele strategie hebben. En dan sommige mensen die kopen dan van de gold of een chest om dan spullen in te zetten. Of die kopen bijvoorbeeld pijlen voor hunzelf. Maar dan hebben we nog niet eens het hele ei in obsidian en dan gaan ze dat al doen. Dus dat is hartstikke dom. Volgens mij is dit blok. Ja. Jos. Volgens mij heeft hij er niks van gemaakt, want ik zag alleen die drie die ik neer had gezet. Dat is wel. Ja, maar ik zag hem wel naar het, richting het ei toe gaan. Hè, wat heeft hij. Wat heeft hij geplaatst dan? Ja, dat weet ik niet. Ik was aan het midden. Ik zie niks. Behalve dat het ik geplaatst heb. Voor hoeveel maak je ook weer een P10? Oké. Gaan we even wat mijnen doen. Nou, nog maar 10 gold. Hopelijk jat die man niet weer wat van me. Dan kunnen we gewoon het ei afmakken. 1 laagje. Oh, en nou maakt hij wel die laatste obsidian. Ja hoor, jongen. Natuurlijk, als het af is, dan helpt het. Ja, ik had net die laatste obsidian. En op dat moment heb hij die laatste obsidian geplaatst. En nu bouwt hij weer alles in met sandstone. Nee, wat is dat nou weer voor een strategie, man? Mensen zijn bijna
Ja, ik hoor het. Nice. Om, nom, 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 nom. Wacht, hij liep hierheen. Betekent dat hij hier een chest heeft geplaatst? Of? Nee, huh? Wat is dit dan? Zo. Nee, wist jij dat er een iron block in de cockpit stond? Nee. Nee, dat wist ik ook niet. Ik zie dat nu pas. En daar staat space 0 boven. Op zo'n houten bordje. Maar voor de rest, ik heb dat echt nog nooit gezien. En de linkerkant. Oh, nice, thanks. Zie je dat? Dat is raar, hè? Ik zie het ook als soort. Ja, maar ik denk dat het ook best wel nieuw is. Deze map is niet nieuw. Nee, maar dat bordje. Oh, dat weet ik niet. Mag ik dit weer open gaan hakken? Verdomme. Zo. Ben je al bezig met diamonds? Voor allebei voor ons, voor Iron? Ja, oké, okay, nice. Okay. Is er al iemand op... oh, het gele ijs kapot. Is er al iemand op de zon van ons team, of niet? Nou, er is nu eentje naar de aarde. Of ja, de aarde, dat bedoel ik. Pff, de zon is helemaal aan de andere kant, ja. Er is nu één aan het bouwen. Oké. Okay. Het is een beetje stom voor de kijkers om nu naar te kijken. Dus ik skip wel alles wat ik bij die generator sta. En elke keer als ik begin te lopen, zorg ik wel dat ze het zien. Ja, dus dan is het zo vet saai dat ze alleen maar zitten te kijken naar ik die bij een generator sta. Straks ga ik wel bewegen hoor mensen, dat beloof ik. Maar ik ben nu nog even bezig met dit. Zodat we een goede verdediging hebben. Er is altijd het voorwerk bij het nawerken. Oh, die had ik nog nooit gehoord. Er is altijd wat voorwerk bij het nawerk. Klinkt wel logisch eigenlijk als je erover na gaat denken. Maar ook weer niet te lang over na gaan denken, want dan wordt het niet meer logisch. Nee, precies. Oh, je dacht het. Wij zijn meestal mogelijk. We zijn niet zo heel vaak vandaag. Nee, klopt. En toen net waren we ook geel. Dank je wel. Oh ja, thanks. Misschien ben ik dood. Draai me om, sta in één keer midden in een team spelen van ons. Ja, weet je wat ik eigenlijk was? Eitje kapot. Sorry. Maken. Ik zal even die rood aantrekken. Ja. Doe maar. Dat is twee check. Oh, ja. En ja, welke hebben al iron? Daar moet je even naar gaan kijken. Ja, rood toch niet? Ook geen obsidian of dat wel? Dat weet ik niet. Oké, dan ga ik wel even kijken met mijn Optifan. Kijken, nog twee gold en dan heb ik weer genoeg voor drie obsidian. Ja, wacht. Ik kom eruit. Oh, ik kom al naar beneden. Zo ja, dan ga jij via die ene trap en ik via die andere trap. Even kijken. Ik zie bij rood alleen nog sandstone eromheen. Ik weet niet wat eronder zit. Er staat iemand bij geel op de diamond generator. Dat is die met die sjaal, die is van groen. Eentje van groen staat bij geel. Thanks voor de armor trouwens. Ik kan niet eens door dat je het had gegeven. Ja, had jij diamonds opgepakt? Ja, 8. Okay. Als je nog blijft staan, dan kom ik je met 4 duimen. Ja, wacht even, want ik ben bezig met de ei.
Dan mag je of een zwaard maken of een bak. Oh ja, ik zie ze. Thanks. Zwaard of boog, zwaard of boog, boog. Punch, boogie. Hoppakee. Even wat gold verzamelen voor pijltjes. Wow, we zijn nog maar met z'n drieën. Nou ja. Wow, iedereen is nog maar met z'n drieën. Ja, ik zie het. Vet raar. Zijn we dan met z'n allemaal met z'n drieën begonnen? Nee toch? Gewoon met z'n vieren toch? Volgens mij zijn we al met z'n vieren begonnen. Ja, het zal... Oh, ik zit niet op te letten. Ik wil al bij 20 weggaan. Ik ben nu bij 30. Oeh. I need 5. 5 wat? Ja, 5 diamonds. Hij staat hier bij mij. Oh. Nou, geef hem even 5 dan. Doe eens even aardig. Doe eens even aardig voor die knul. Ja, hij is er nu al 5. Ready or not, here I come, you can hide. Copyright. Oh ja, chips. Kopie. Waar vandaan worden wij beschoten? Weet ik niet. Volgens mij sprong hij en viel die gewoon. Vanaf hier? Maar je krijgt geen hit. Weet ik dan. We werden ergens vandaan beschoten. Ruggen. Maar dat kan bijna niet. Ik zie niks om mij. Maar geel had kunnen schieten en rood had kunnen schieten. Want rood heeft ook voel. Gaat hij hier overheen lopen? Gaat hij hier overheen lopen? Nee. Zal ik naar het midden gaan? Ja, wacht. Als je... Oh nee, ik heb nog geen zwaard. Ik heb nog geen zwaard. Ik ga even wat pijl maken. Oeh. Veel te laag. Moeten nog 2. 2 wat? Oh, 2 diamond. Zal ik maar een distance is verder zetten? Kijken wat ik. Kijken of ik wat meer kan zien. Ja, dan krijg je ook misschien wat meer lag. Ja, ik heb het nu. Ja, ik heb wel meer lag, maar ik heb hem nu op 21 gezet. Oh, geel heeft trouwens. Vanaf geel kun je naar de zon. En vanaf de zon is een brug naar groen toe. Dat zie ik nu hier al. Ja, en vanaf. Maar vanaf geel is er ook een brug naar groen, volgens mij. Ja, over die vleugel, waar die gast net overheen liep. Oh, ik zal nog even het zwaard maken. Ik zet mijn video, van mijn video, mijn render distance weer op 17. Ja, is goed. Ik heb nu een duim zwaard, dus zullen we ervoor gaan of niet? Had ik hem al op 17? Nee, volgens mij. Oh, ik zeg iemand van rood. Wacht even, ik zet hem even nog iets lager, want het gaat niet helemaal... Kijk, 15. Plaats hem op 17 of 15. Kijk. Ik zal nog even voor de zekerheid dat ik een duim pickaxe maak. Ja, dat werkt beter. Oh! Ja, ik heb ook een duim pickaxe, dus misschien is het handig als we... Oké, ja, die heb ik niet. Dus dat scheelt. Dan heeft die ook voor de zekerheid een duim pickaxe. Ja. Kom je? Ja, ik kom eraan. Let's go. Let's go. Dun, dun. Godverdomme! Welke sukkel laat dan ook 1 blokje over? Fucking 1 blokje. Welke idioot maakt een volledige brug naar het midden en laat 1 blokje over? Ik heb niet naar het midden gebouwd. Laten we het daarop houden. Jongen. Nou, dan gaan we weer vanaf het begin beginnen. Ja, en kijk, daarom ga ik dus over het algemeen niet vechten, omdat ik gewoon altijd doodga, op een stomme manier. Maar dat is toch een achterlijke brug? Ja, en ik lach me altijd dood, echt. Wie verzint er nou zo een brug? Maar niet uit, maar ik lach me dood. anders maak jij nu gewoon ladder en dan gaan we er gewoon eens op. Ja, maar dan ben ik niet goed beschermd. Maar niet uit, je gaat toch wel dood. Nou, als ik eraf val. Want meestal als we in een gevecht raken, dan leef ik altijd langer dan jij. Ja, dat is. Nou, maar nu van die gold pijlen, want ik weet toch wel dat ik een boogie krijg van jou. Ja, wacht, god, hij krijgt een ledding. Hij krijgt een ledding. Hier, zwaardje. Oh, hé, je hebt alles al. Hoi.
Oh, ja. Ik denk ik krijg goede shit, maar ik krijg gewoon een beetje stone shit, man. Ja, je moet met iets beginnen. Ik wil alleen wel een punchboog van 12 diamant. Voor de rest hoef ik niks. Maar ik wil wel een boog. Ik wil wel een boog. Ik wil kaas. Ik wil kaas. Ik ben ook een klant. Is het copyright? Nee, hè? Nee. Iedereen gebruikt het in zijn video's. Dus. Oké, dan niet. Oké, let's go. We are going for that. Je had hem nu dichtgebouwd. Ja, klopt. Wow, zoveel lag. Oh, heb ik hem nou nog af? Nee, oké. Ik dacht dat ik hem nog af had geschoten ook. Bij geel kwam eraan. Nou ja, de groene van geel. Oh, daar rennen ze. Daar rennen ze. Ik zie ze rennen, jongen. Oh, shit. Ik schoot mis. Nee, kaksoi. Ah. Van groen. Ja, hun van groen. Ga naar geel. Oh, rood. Ik heb een rode. Ik heb een rode. Ik zit vast. Nee. Ga dood. Zit hij achter me? Kun je kijken? Zit hij achter me? Nee. Oké. Zo is het lekker. Die feiten zijn we alles kwijt, hè? Okay. Ja, ik alles en jij alles. Oh, ik zet hem weer terug op 12. Want hij was toch wel een beetje lak. Oh! Ja, dat had je niet verwacht, hè? Dat een man met leather armor een boog had. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Klootzak. Hier, pak jij dit even? Ga jij even zo leuk zoiets maken? Huh? Wat moest ik pakken? Pak even de diamonds van de diamonds. Wat ga je doen? Kom maar op hoor, ik los jullie allemaal rauw. Waarom ben je weggegaan zonder mij? Kom maar op. Heb je wel een diamond pickaxe? Volgens mij zijn ze er niet eens. Volgens mij kan je zo doorlopen. Hey, jij kan niet zo doorlopen achter je! En waarom moest ik bij de Diamond Generator staan? Hey, hallo. Doe dat safe niet alsjeblieft, dankjewel. Godverdomme, helemaal prottig hou. Waar ben jij? Hiro, hallo. Waar is Hiro? Hiro. Oh, daar. Ja, je bent dood. Nee, jij bent dood. Hi. Kiefte. Oh, ik heb me bijna afgeschoten! Weet je, hier, kijk eens, alsjeblieft, mag je hebben 16 diamonds. Ik ga erop af. Nee, niet gaan. Heb je dan een duimpje gekregen? Dat kan niet. Nee. Maar ik kan hun wel afskienen. Hij is op de staart, dikke pik. Oh, vlaf. Ik weet niet wat dat was, maar dat maakt niet uit. Dat komt duidelijk. Ja. Leg jij eventjes op die brug, mannetjes? Ja, geen meisje een paar pijlen. Nee, ik ben bezig met mijn eigen armor. Ja, jij moet op die brug, mannetjes, letten. Ga nou niet naar binnen voor gold. Als die brug, mannetjes, komen, dan zijn we dood. Nee, het pijlen, dan was ik maar niet schieten. Ik kan ze toch ook gewoon afschrikken? Zo van boe! Ik heb ook nog maar 42 pijlen hoor. Ja, ik heb er 31. Dus. Niet bang zijn. Ik heb een diamond pickaxe. Ik heb een diamond zwaard. En ik heb een diamond zwoordje. En nog even 7 diamonds voor jou. Pak maar op, ze liggen in de villager. Moet ik ook al die rotzooi van jou doen? Yup. Jeetje. Oh, rood is een heel ding aan het touw, man. Ja hoor, er
Er is eentje gedood door mij. Ja, maar jij had hem geraakt en daarna is hij eraf gesprongen ofzo. Ja, maar dus. Hoppakee. Bitch. Ja hoor. Lekker bezig hoor. Oh, hij rent weg. Zal ik naar het midden gaan? Ja, met jou? Oké, beter. Met jou zeg ik. Zeg je oké, beter? Ja, met mij gaat het beter dan met jou. Oh. Dat klinkt niet echt aardig voor mij. Dat is niet waar. Ben jij bij een villetje, joh? Groen is weg, maar ik ga even van dat groene eitje smikkelen, want volgens mij staat hij er nog. Lekker smikkelen, hè? Smikkelen. Oh, ik heb het groene eitje gesmikkeld. Hoppakee, smikkelen. Dus wij zijn alleen nog met rot over. Rot? Wat rot? Alleen nog rot. Hop, 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 hop. Hop. Paardje in galop. Hé, hey, ik zie daar eentje in het sniperhole. Boem. Oh, jammer. Oh. Ik ga weer de Batman-strategie doen. Heel veel mensen zullen u afvragen wat? Ja, dat gaan we straks allemaal zien. Ja, stem zo over. We hebben al een brug naar de wave, hè? Wij hebben al een brug naar de aarde. Ja, weet ik. Ik ga gewoon vanaf de aarde de Batman-strategie doen. Ik moet wel voorzichtig doen, want ik rush echt zo snel hier naar boven dat ik echt bang ben dat ik eigenlijk straks gewoon... Wow, er zijn die van rood, ik ga dood. Zijn ze op ons eiland? Ja, ik ben dood, kut. Martin! Bitch! Ik heb hem eraf geslagen! Ja. Nice. Ze komen weer. Nee. Ja. Verdikke me. Nou ja, ik ga nu gewoon naar boven hoor. Ja, laat ons maar in de steek. Ja, klootzakken. En laat je team maar in de steek. Schiet maar op me. Ik kan niet eens op jou schieten, want je bent mijn team. Nee, maar ik bedoel deze gasten niet van me. Laat je team maar in de steek. Steek, want je hebt steek nodig om te kunnen eten. Ik snap hem. Laat je team maar in de steek. Laat je team maar in de steek. Oké. Lekker bezig, Branko. Zie je niet. Wou naar die planeet toe, dan kan je makkelijk... Ja, dat was ik ook van plan. Die rode planeet. Ja. Maar de vraag is, zit daar een bruggetje aan? Nee, oh, ik kan gewoon op die shuttle landen dan. Oké. Ja, precies dat. Mooie dingen. Hebben ze me echt niet door? Dat is echt heel stom. Waarom werkt deze tactiek altijd? Stomme mannen. Volgens mij heeft die andere die op de brug liep me wel gezien. Nee, niemand heeft je gezien. Oh, maar ze zitten er wel nog allemaal. Ik ben zo bang, man. Ja, maar ik ben bang dat als ik op de shuttle spring, dan hoor je die damage. Dus dan weten ze zeker dat ik er ben. Ja.
Wacht, iemand dan. Hey, die groep gast van blauw moet je volgens mij helpen of niet? Oh, die nare man heeft een chassis daarboven gedaan. Welke? Van rood? Van ons. Dan is het toch geen nare man, dan is het toch een goede man. Maar had hij dat toch even kunnen zeggen? Er is een chassis, weet je. Hebben ze hier nou al door, of niet? Ik heb geen idee. Misschien wel, misschien niet. Ik heb lekker de boog hier nog weer bij me. Je dan gewoon een beetje die kant op zetten, hè? Ja, maar... Ze moeten even eruit, want ik moet eventjes tijd hebben om daarheen daarop te kunnen komen. Waar zijn ze uit? Ze moeten even van hun eilandje af. Heb je wel een duim pickaxe of niet? Ja. Zal ik ze anders afleiden door haar? Volgens mij heeft die ene me gezien. Ja, één heeft me gezien. Nee, hij slaat me eraf, hij slaat me eraf. Nee, ik heb me zwaar niet, ik heb me zwaar niet, ik heb me zwaar niet. Ik ben zo noep. Hij lekt als de tering. Fuck, ik ben dood, maar ik heb hem wel afgeschoten. Pff. Stond de chassis boven? Ja, maar er zit niks in. Ja. Hij stond helemaal boven op het schip. Als je hierheen komt, ik heb 20 duim, sorry. Oké. Ze komen via jouw brug, volgens mij. Echt? Nee, dat kan niet, want ik ben naar beneden gevallen, dus ze kunnen niet... Ja, maar ze kunnen wel goed wel. Ja, oké, dat kan wel. Ik hou ze in de gaten. Ja, ja, ze gaan naar boven. Oh, wacht, je kan natuurlijk in de chat typen. Waar zijn ze? Oh, ja, daar. Fuck, ik heb nog pijlen nodig. Ik heb geen pijlen. Blijf daar. Blijf doorgaan. Ik hoef alleen nog een pijlen te hebben. Kun je mijn pijlen zijn op? Maar hij heeft zichzelf ingebouwd. Hij is bezig met een fortje. Oh nee, we zijn er nog maar met z'n tweeën. Hoe dan? Waar is die andere dude heen? Ja, weet ik veel. Oh, mijn zwaard lag hier beneden, toch? Ja, hier. Thanks. Appreciate it. Oh, ik had er zelf ook een kunnen maken, zie ik nu. Ik zag dat ik nog 19... Als jij mij die even kan geven. Pas je op, want hij heeft gewoon een dingetje gemaakt, waardoor als hij jou één keer in dat je eraf ligt. Weet ik. Bitch, get wrecked, mate. Hij zat op mij te snoepen, hè, met zijn boogje. Ik zag het, daarom had ik de kans om op hem te schieten. Daarom toen was hij dood. Ik ga nu naar hun eiland, maar ik heb geen pickaxe, kom met me mee. Ja, ik heb nooit shuttle, dus ik ga met je mee. Oh, wacht, maar dan is er niemand op ons eiland. Nou, fuck it. Als je overwacht, hak ik even de brug naar ons eiland. Dan kunnen ze maar via één manier daar komen, dat is dan de manier die dan... Waar wij hier vandaan kwamen. Ja, oké. Okay. Ze staan alle drie bij hun Diamond Generator op een eiland. Wat hebben ze? Hebben ze allemaal niks? Ze hebben allemaal... Eén heeft alleen een iron... Twee hebben full iron, volgens mij. Tenminste, één heeft full iron. Die ander heeft... Ja, volgens mij ook full iron. En een andere heeft een iron helmet en een iron boots alleen. Maar ik weet ook niet wat voor wapens ze hebben of zo. Dat kan ik niet zien.
Ze hebben wel obsidian, ze hebben obsidian. Nee, hij ziet me niet. Ze zijn alle drie weer hier, ze zijn alle drie weer hier. Ja, zie, hij zag het in kraak. Ja. Als jij even een diamond pickaxe ook voor mij kan maken. Dat is goed. Oké, die is dood. Ze zijn nu bezig met een volledig vierkant van de obsidian te maken. Ik heb geen pijlen meer. Kom maar aan. Hij gaat wel weer richting het midden eentje. Dus ik weet niet of je... Ja, er komt één hierheen. Kut. Probeer hem eraf te schieten. Nice. Nu door hierheen. Pas op, pas op. Ze schieten op je. Val op dat rode glas. Op dat rode glas. Ja, en dan daar. Daar ah, oké, okay, kan het. Ja, thanks. Helft van de pijlen. Daar heb ik het. Thanks, ja, thanks. Nice. Oké, okay, even kijken. Die daar. Die in het midden, die daar. Oké. Okay. Zullen we gaan? Ja. Okay. Neem je nog check hoor. Nog niet. Nu neem ik hem in. Fuck, 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 ik ben er bijna af. Fuck, 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 fuck. 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 Oeh. Fuck, 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 fuck. Waar is hij? Waar is hij? Nee, nee. Ik snap het niet, want hij zat achter me, toen sloeg ik achter me, toen zat hij in me, toen sloeg ik hem en toen stond hij in één keer op de plek waar ik stond. Maar ik zag hem de hele tijd niet. Hé, hey, er is er een, er is er een, er is er een, er komt er een. Echt? Maar ja, ze moeten nog bouwen, toch? Nee, hij is al aan het bouwen. Hij is er bijna. Oh, shit. Oké. Okay. Ja, hij komt, hij springt, hij gaat weer. Ja, ik ben dood. Waar is hij? Waar is hij? What the fuck? We zijn zo goed in ontwijken. Oh fuck, dat heeft niet geholpen. Hij wil zichzelf gaan inbouwen, hij wil zichzelf gaan inbouwen. Fuck, hij heeft zichzelf ingebouwd. Kut, ik ben dood. Ik ben zelf weer ingebouwd. Spawn protection, spawn protection, bitch. Spawn protection, spawn protection. Ah, oh, kut, een notch apple. Nee. Ik heb een idee. Ik sta in de weg, hij kan de blokken niet plaatsen, hij kan de blokken niet plaatsen, hij kan de blokken niet plaatsen. Huh? Nee, hij kan de blokken niet plaatsen, hij kan de blokken niet plaatsen. Oh nee, ik ben dood. Yes! Lekker! Ik had dat glas expres gebroken de eerste keer. Oh my god, nice. G, motherfucking G, tot de max. Ik weet niet wat dat was, maar ik ben gewoon blij dat we hem eraf hebben. Oh, ik heb een idee. Nee, nee, nee. Regel allemaal shit voor jezelf nu. Ik ga allemaal suicide missies nu doen. De brug naar het midden is weg. Oké, okay, top, 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 top. Het spraakgebrek. Ho, oh, er zit er eentje hier. Nee, 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 hij heeft een diamond sword, hij heeft een diamond sword, hij heeft me gekillt. Hij is op blauw eilandje, hij is op blauw eilandje, hij is op blauw eilandje. Ik zei nogal hem in de gaten, ik wist dat het ging gebeuren, jongens.
Oh jee, wat een spannende match is dit. Ik kan het niet meer tegen, hoor. Ah, mis, bitch. Ah, mis. Oh, kut. Die was raak. Als hij hierheen komt, dan heb ik hem sowieso. Oh, nee. Respawn. What the fuck? Ik druk op respawn en in één keer krijg ik... Wil u naar titlescreen? Nee, ik wil niet naar titlescreen. Hij komt eraan. Hij komt eraan, banaan. Top. Ik heb hem eraf geslagen. Ik wil kaas. Ik heb hem eraf geslagen. Oh, nou ga ik daarheen met niks. Wat wil ik nu gaan doen? Toen net had ik die TNT, maar nu loop ik daarheen terwijl ik helemaal niks meer heb. Oh, what the fuck? Martinez. Ja, what the fuck? What the fuck? Je stond daar. Ja, godverdomme, we zijn dood. We zijn fucked. Godver. Die gast is op de aarde komt er nu aan, dus je bent sowieso dood. Oh, hij ging op zijn teammate schieten! Wat een idioot. Wat een idioterie. Oh, dat hadden we zo kunnen winnen. Ik wil hem nog afslaan. Ja, ik heb hem er nog afgeslagen ook. Hij is er niet af. Wel, toch? Nee. Nou. Oké, nou ja, GG. Ze hebben wel ver gewonnen. Zullen we hier Oriental doen? Ja, is goed. Geen idee wat dat is. Niet deze. Oh. Kak. Ik wist niet dat het deze was. Dit is echt een kutmap. Ja. Ik spring er gewoon meteen vanaf. Je bekijkt het maar met je Oriental. Ik dacht dat dit echt een leuke map was. Nee. Hey. Ik ga spawn protect. Ik val door de wereld heen. Ik kan nog niet dood. Duurt zo lang. Wauw. Dat duurde echt heel lang. Stomme villetje. Ik ga bouwen met de blokjes. Blauwhuis. Naar de roze sukkel. Pas op achter je. Of naar de paarse. Wat is het? Paars. Want er staat in de chat paars. Oei. Edger. Nice. Lekker gesmikkeld hoor. Lekker smikkelen. Hop. Hop. Boom. Rekt. Kill hem. Ja hoor. Ja, diem. Ik heb hem. Lekker. Ik ben al naar geel aan het bouwen. Of tenminste, ik denk dat het geel is. Ik heb het niet gekeken. Ja, het is geel. Ik ben even armor aan het maken. Even beers en zwaard. Zodat we onszelf een beetje beter kunnen verdedigen. Wow, ik word gekilled. Nee, godverdomme. Door wie? Door grijs. Oh, die zijn zeker vanaf roze gekomen. Oh, maar ons eitje is ook nog niet beschermd. Jawel, dat heeft een kip afgedaan. Maar met sandstone zeker? Ja. Oh, geel heeft me door. Oh, fuck. 1, 2, 3. Oh, ik heb nog één blokje. Oh nee, dat ga ik niet redden. Shit. Nee, Martijn, kom me helpen. Ja, ik ga even een pickaxe maken. Oh. Pas op. Rennen! Maar daar is grijs! Oké! Pas op, ze komen van de andere kant ook! Rennen! Oh nee, ik ben dood! Nee, ik ben niet dood, ik leef nog! Hij heeft me niet gezien! Alleen ik heb geen blokje meer, dus ik kom niet hierop. Shit! Ik heb geen blokje meer. Ik ben weg. Nee. Oh, hij zag me. Hallo. Ik zie jou. Ik ga achter jou aan. Je gaat dood. Pas op. Godverdomme, ik wil alleen dat ei. Ja, je hebt het eitje. Had je nou het eitje of niet? Volgens mij was hij al dood.
Nee, het blauw... Nee, hij was al weg. What the fuck? Huh, maar het blauwe team is nog helemaal niet... Huh? Blauw is op het eiland van grijs. What the fuck? Ja, maar... Het grijze eiland. Oh! Ik... Oh, hier is blauw! Oh! Het was zo slecht. Echt. Ik raak... Ik raakte zo in de war. Bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze nieuwe Minecraft... Minecraft minigames. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet dan niet een blauw duimpje achter te laten. Pieuw. En blauw duimpje. Blauw duimpje. Vergeet niet hier beneden. Hier beneden te abonneren op mijn kanaal. Voor meer video's. En Martijn die begint ook een YouTube kanaal. Dat heb ik net bedacht. Dat heb ik net bedacht eventjes. Dus abonneer hier op zijn kanaal. Ja. En hij heeft een hele mooie video. Hij heeft een hele mooie video. Hij heeft een hele mooie video. Ik zet het linkje wel in de beschrijving. Like hem eventjes. Of dislike hem, wat je wil. Nee, like. Kijk maar, hij heeft een rood shirtje aan. Wel blauwe broek en blauwe schoenen, maar een rood shirtje. Hopelijk check ik jullie dan weer bij een nieuwe video. Check jullie later! Bye.